In deze webles gaan we kijken naar een voorbeeldopgave die te maken heeft met astrofysica. Hoe ziet de opgave eruit? Nou, als volgt: We hebben een ster, we noemen hem even A. En die ster schijnt 2000 keer zo fel als de Zon. Dus de lichtsterkte van de ster is 2000 keer zo groot als die van de Zon. De temperatuur van deze ster is ook gegeven, die is 3000 Kelvin. En de vraag is: bereken hoe groot deze straal is, uitgedrukt in zonstralen. Nou, om, dat, om dit te kunnen doen hebben we natuurlijk een aantal formules nodig. En één formule waar je echt aan moet denken als je te maken hebt met sterren en het vermogen dat een ster uitstraalt, is de stralingsvermogen per vierkante meter en die ziet er als volgt uit. En die is dus afhankelijk van de temperatuur tot de macht 4. Als je het per vierkante meter weet, ja, dan moet je natuurlijk ook het totale oppervlak van de hele ster weten. En als je het totale oppervlak weet, hoef je alleen nog maar het totale oppervlak maal de intensiteit per vierkante meter te doen. En je hebt het totale stralingsvermogen L. En die formule ziet er zo uit. En uh, je herkent uh, oppervlak van een bol, dat is 4πr. Om nou deze voorbeeldsom uit te kunnen rekenen, um, moet je niet vergeten dat je te maken hebt met uh, verhoudingen. Dus de tip is. Werk hier echt met verhoudingen. Nou, welke verhouding of verhoudingen weten we al of kunnen we uitrekenen? Eén nou, verhouding is, uh, staat in de vraag gegeven. Was de verhouding tussen de lichtsterkte van de ster en die van de zon. Want er was gegeven de ster heeft een 2000 keer zo grote lichtsterkte. Dus in formulevorm ziet dat er zo uit. Daarnaast hebben we ook genoeg uh, informatie om iets te zeggen over de verhouding van de temperatuur. Van het oppervlak van de ster vergeleken met die van de Zon. Dan moet je even de temperatuur van het oppervlak van de Zon opzoeken in de BINAS. Dat blijkt 5780 Kelvin te zijn. En de verhouding tussen die twee temperaturen uh, kun je uitrekenen. 0,5190. Hoe gaan we nu verder? Ja, dat is misschien de moeilijkste stap uh, van deze opgave. We weten dus de verhouding van de lichtsterktes. En we weten ook de formule van de lichtsterkte. We kunnen dus allebei de L-waarden vervangen door de formule die erbij hoort. En dan ziet het er zo uit. En dan moet je er natuurlijk goed op letten dat uh, een aantal variabelen, zoals R en de temperatuur T, dat die uh, veranderen of verschillend zijn wanneer je uh, de ster vergelijkt met die van de zon. Dus ik moet er wel even duidelijk bij zetten: RA en R-zon. En ta en T-zon. Maar dan ziet de vergelijking er zo uit. Nou, dit ziet natuurlijk verschrikkelijk ingewikkeld uit. Maar gelukkig kunnen we gaan vereenvoudigen. Want boven en onder de streep staan een aantal constanten. En die kan ik gewoon tegen elkaar wegstrepen. En dan hou ik zoiets over. En ik heb de breuk al even gesplitst in twee delen. De eerste deel is Ra delen door R zon in het kwadraat. En de tweede deel is temperatuur van a tot de macht 4 delen door de temperatuur van de zon tot de macht 4. Ja, waarom doe ik dat? Uh, dat doe ik natuurlijk omdat ik graag mijn gegevens wil gaan gebruiken. Ik heb een aantal gegevens gekregen in de vraag. En die ga ik nu invullen. Want ik kan nu zeggen. Kijk, dit is de formule weer. Ik kan nu zeggen, ja, die ta tot de macht 4 delen door T zon tot de macht 4. Die kan ik uitrekenen. Dat is een getal. Want ik weet die twee temperaturen. Ik had al uitgerekend dat de verhouding tussen die temperaturen 0,5190 was. Nou, als ik dat tot de macht 4 doe, dan krijg ik het getal 7,257 maal 10 tot de macht min 2 uit. Die kan ik dus mooi invullen aan de rechterkant van mijn formule. En aan de linkerkant, die breuk, die weet ik natuurlijk ook. Want daar komt 2000 uit. Ja, als je dat combineert en invult, dan krijg je eh, deze vergelijking. En uh, we zijn dan bijna bij het uh, einde. We zijn bijna, uh, kunnen we de vraag beantwoorden. Hoeveel keer groter is de straal van ster A vergeleken met de straal van de zon? Uh, het laatste is eigenlijk een kwestie van uitrekenen. Als je dit weet, dan kun je uh, het getal 7,2 nog wat die kun je naar de andere kant halen. En dan hou je R gedeelte R zon kwadraat over aan de linkerkant. En aan de rechterkant komt er een getal uit. De wortel nemen links en rechts. En uiteindelijk komt daar het getal 1,7 x 10 macht 2 uit, oftewel RA is 1,7 x 10 macht 2 maal zo groot als de straal van de zon.